Fokkers van het jaar. Kijk ze daar staan. Ate en Marie Coppola. De kinderen erbij. De zin compleet. Nog even kleine toelichting. Onder de stalnaam van de mensen fokt dit echtpaar zo'n 10 jaar. Waarbij de teller zo'n 67 door hen gefokte paarden aangeeft. Ze fokker bewezen merrielijnen. Opmerkelijk is ook dat Age en Marieke in de voetsporen treden van de ouders van Age, Pieter en Titi Okkema, werden fokkers van het jaar 2016. Zij dankten hun titel onder meer aan Rommert 498. En ook nu leverden hun zelfgefokte hengsten een belangrijke bijdrage. De dit najaar goedgekeurde Kanne 534 werd geboren als Kanne van de Mersken, halfzus Ela van de Mersken, werd reserve algeheel kampioen op de centrale keuring. De basis voor deze successen werden gelegd door meesterfokker Fouke van der Velde en de families van der Meer en Tjeerdsma, die de tak van stam 50 ontwikkelden. Succes uit stam 70 kwam er ook voor stal van der Mersken, met Jantje Hester van der Mersken, die als driejarige ook al het maximale aan predicaten haalde. Jantje Hester is een halfzus van Turben en zo komen sterk fokkende moederlijnen en bijzonder fokkende hengsten bij elkaar in de fokkerij van Age en Marie Coppola. En dat is natuurlijk weer geen verrassing. Age en Marieke zijn ook fokker van het jaar geworden dankzij 5 van de Merskepaarden die een triple A-score haalden. Fokkerij en sport gaan hand in hand. Daar staan ze, de fokkers van het jaar! Ja, dit maar een soort dubbele vreugde wijze. 10 keer dat je die 12-20 doet binnen. Dan baal je als een stekker. En dan komt dit er doorheen. En hij nog meer. Dan zet je eigenlijk... Nou, mijn zoon. Ja, kijk. Fokker van die. Ik vind het briljant. Fantastisch. Dat zal. Kom maar, jongens. Even een erenrondje. Let's go. Even een ronde. Juist. Want dat is de zinnen. Ja, ja. Wat zei zijn vrouw? Ja, dat is die vrouw die toch wel lief. Marieke. Dat is een beetje de volksmender, hè? Ja. De volks. Ja, mooi hoor. Wat een reactie!